Het is 70 jaar geleden dat onze gemeente bevrijd werd. De Poolse troepen trokken vanuit Ter Aalst en Den Hout naar onze kerkdorpen. We kijken nog even kort terug hoe de mensen uit Maden, Ter Heide en Wagenberg de bevrijding hebben meegemaakt. Wel gezien dat de Polen bij ons binnenvielen. En nogmaals, ik heb 8 Duitsers aangegeven die bij ons achter een schelft zaten, die in de rook wouden vluchten. En die heb ik aangegeven tegen die Polen, die stonden met die tanks op de weg. Was er nog een feest, die bevrijding bij jullie, of is het gewoon gelaat over je heen gekomen? Dat was er aan wel, in mei denk ik. Ja. Mei 45 dan. Ja. Toen meteen ook het besef van, die komen ons bevrijden. Ja, dat zag de drek. Ja. Dat zag de, en vooral omdat die Duitsers gingen lopen. Ja. Die zagen ja. We s'morgens achterom in de tuin vertrekken. Ja. In deze uitzending komen de inwoners van Drimmelen, Helkant, Hoge en Lage Zwaluwe aan de beurt. Zij werden later bevrijd. Maar ook zij ondervonden de gruwelen van de oorlog, maar ook van de bevrijding. Ja, het begin van de oorlog, hier zaten wel eens Duitsers en dan werd er van Maden doorgegeven, dan komen Duitsers naar Drimmelen. En dan werd van Maden doorgegeven naar Drimmelen, weet je wel. En dat de mensen onderdoken, weet je wel, hè? Als zou ze meegenomen worden of tegen het aantal, of naar Duitsland gestuurd worden. Hè? Ja. Ik zat toen op de kleuterschool, toen was ik denk een jaar of 6, ja zoiets. Zat op Sancte Maria, dat was aan de kleuterschool in Helkant, met de nonnetjes. En toen kwamen de jagers en die beschoten de goederenloodsen en de treinen van de Duitsers op Hoge Zwaluwse spoor, hè, aan de Stationstraat. En die kwamen dan overvliegen en dan schoten ze en dan zeiden de zusters, kom allemaal onder tafel gaan zitten. Dus de kinderen moesten allemaal onder tafel zitten. Je kunt voorstellen. Ja, dat doe je dan, hè, als kind zijn. Nee, dat houden we dan, houden gewoon. Ook al ben je nog zo jong. Dus ze moesten onder tafel zitten, want als er wat gebeurt. De Duitsers trokken zich terug richting de Moerdijkbruggen. En ze namen onderweg alles mee wat van hun gading was. Maar die Moerdijkbruggen waren de enige bruggen die nog intact waren. En dat lieten de Duitsers ook zelf zo, om hun zwaar materieel te redden, maar ook de geallieerden lieten de brug intact in de hoop dat ze zoveel makkelijker de provincie Zuid-Holland in konden trekken. Dan moet ik net zeggen, dat is aan het einde van de oorlog, toen ik kon zien, en dat was ook heel griezelig, toen de Duitsers die grote trek hadden naar Dordt toe, naar de Moerdijkbruggen nog, toen namen ze alles mee wat ze konden gebruiken, ze hadden gewoon alles weg en je kon nog zien. Ja, dat het niet goed ging, maar ja, wij wisten niet precies, want je had geen media, er was helemaal niks. Hè? Toen hadden we ook nog niet eens geen radio, en natuurlijk geen televisie, geen kranten of niks, dus je wist niks. Hè? Ja, er liepen honderden koeien, die kwamen zo van Maden zo hier naartoe. Al die koeien die ze onderweg tegenkwamen, namen ze mee. En toen mijn oudste broer, die was een paar jaar ouder dan ik, en die wist net zo lang te praten dat mijn vader in Duitsland zat en moeder zat met 12 kinderen en ik kreeg me nog een koe mee terug. Maar we hebben wel onze eigen koe opgezocht. Zo slim waren we wel. En we hadden dan, na het eten werd bij ons altijd rozenkaas gebid voor de katholieken. Wij waren niet katholiek, maar dat is geen punt. Nou, als ze dat iets eerder hadden gedaan, want wij zouden naar bed gaan om 6:30, op zijn opkamertje, en dan komt er een voltreffer. En toen zijn we heel de nacht voor de koeien geslapen. Geslapen niet, maar voor de koeien gezeten. Want er was niemand gewond geraakt, alleen ons bed zat vol scherven en dergelijke. Nou, en toen kwam er s'nachts een heleboel Duitsers binnen met bloed aan hun hoofd en al het spul. De dorpen waren verstoken van stroom en water. Een compleet uitzichtloze en uitgestorven aanblik. De meeste bewoners waren dan ook gevlucht of verbleven in schuilkelders. Want vluchten, dat was echt een noodzaak. Wij moesten vluchten en ik zie me nog gaan. Ik was natuurlijk maar een kind van 6. Maar mijn vader had de kruiwagen met een veren bed erop. En de polderkist, waar verschillende dingen in zaten die mijn moeder echt bewaard had. Dat was een bolletje kaas en dat was een rol beschuit en koffie. Dat was de noodzaak wat ze nog had. En de rest wat ze hadden van olie, want ze deden altijd olie draaien. Dat hadden ze allemaal verstopt in de schuur. Want wij moesten weg, dus alle goede dingen werden verstopt in de schuur. Al de fietsen lagen er allemaal onder het hooi, dus... En ik zie me nog gaan, ik zat op dat veren bed
En ik zie de soldaten nog liggen in de straat toen wij weggingen. Toen zijn wij in de Zeedijk, naar de Zeedijk gegaan. En daar zijn we ingegaan. En ik hoor mijn moeder nog zeggen, ik ben nu in de hemel. En de scherven vlogen om ons hoofd. Zo erg was het toen. Ik was toen 16 jaar, want niemand wist van ons wat eigenlijk oorlog was. En dat die zo gruwelijk kon zijn. Een broer van mij, die was bij de ondergronds hier. Die had dus een collectief met dominee van Wijngaarden hier. En met Janssens, hoofd van de Rooms-Katholieke school. En die hadden hun onderkomen bij de pastorie van de hervormde kerk. Haast huis aan huis in een kwartier. En 's nachts, niet overdag vanwege het gevaar van beschieting door vliegtuigen, trokken grote kolonnes Duitse soldaten richting Moerdijk. Ze vluchten soldaten. Het was Ampère-volk, hè? Meest. Nou ja, toen werd ik moeder zo benauwd en anderhalf uur tijd hadden ze een slachterij gemaakt van de keuken. En toen zijn wij naar Zwolle gevlucht. Ik kon bij kennissen komen. En toen, na een paar dagen, konden wij bij mensen die met de tweeën in een huisje woonden, die gingen bij de schoonzoon in. En toen zijn wij aan de Nieuwstraatstoep hier op Zwolle in dat huisje gekomen. En dat was als achtergrond natuurlijk, dat wist je toen niet. Maar dan kreeg ik een inkwartiering van de Duitsers. Maar het zat vol. Twee persoons huisje en kwam er beneden.